Goedemorgen. Ja, het is weer bewolkt. De bewolking overheerst toch wel aardig. Maar gisteren werd het met 21 graden toch wel iets warmer dan de dagen ervoor. En ook vandaag zal de temperatuur wat verder oplopen. Het wordt vandaag een graad of 22, 23 bij een zwakke tot hooguit matige zuidwestenwind. Helemaal droog blijft het waarschijnlijk niet, want vanmiddag kan er misschien wat lichte regen vallen. Maar veel zal het allemaal niet voorstellen. Komende avond en nacht koelt het alweer af met wat opklaringen. Dan koelt het af naar een graadje of 12 weer. En net zoals afgelopen nacht misschien nog wat kouder. En dan blijft het verder droog, een beetje nevelig kan het morgenochtend zijn. En dan morgen overdag, dan is er weer iets meer zon. Dan wordt het ook wat warmer. Dan kan de temperatuur opgelopen naar 3, 24 graden. En dan kunnen er 's middags ook buien gaan vallen. En die kunnen plaatselijk pittig zijn met onweer. Dus we gaan weer terug naar het wat warmere weer. En dan komen er gelijk weer buien in de buurt. Een hele fijne dag.